Goedemorgen. U kijkt naar het weerbericht van weerplaza opgenomen op 20 mei. De dag begint met flinke zonnige perioden. In het zuiden zijn wat meer wolkenvelden en er kan vanochtend een enkel buitje vallen. Vanmiddag valt op meer plaatsen een bui, met name landinwaarts. Vanochtend ligt de temperatuur zo tussen de 11 en de 12 graden en waait er een matige zuidwestenwind. Vanmiddag is het kwik gestegen naar zo'n 16 tot 18 graden. Zoals gezegd, er kan een enkele bui vallen en een klap onweer is ook niet uitgesloten. Langs de kust blijft het in ieder geval vrij zonnig weer. Vanavond klaart het steeds meer op en de laatste buien trekken het land uit. De temperatuur daalt naar een graad of 13 en vannacht daalt het kwik verder bij brede opklaringen naar zo'n 6 tot 7 graden. Morgen blijft het overal droog en wordt het 17 tot 20 graden. Wel zijn er in de middag stapelwolken die het hier en daar de zon wat moeilijk kunnen maken. De wind waait nog steeds uit het zuidwesten. Op maandag draait de wind juist uit het zuidoosten. En dan kan het kwik stijgen. Het wordt dan zo'n 22 tot 24 graden. Het wordt een mooie dag. Dinsdag en woensdag iets lagere temperaturen. Met lokaal weer kans op een bui. Mijn naam is Raymond Klaassen voor Weerplaza. Ik wens u een fijn weekend.